Welkom terug bij weer een nieuwe video. Sorry. Hoi. Hallo. Hi. Het is ijskoud. En welkom terug bij weer een nieuwe video van Veris Dagblad. Vandaag gaat het over een best wel quality point hebben. De vorige keer hebben we de Shiba Inu gedaan. En ik vond het wel een best wel koninklijk hondje naar gedacht. Weet je? Als je zegt dat je niet langer van mij houdt. Het is een hondje dat wel echt heel koninklijk is. De Cocker Spaniel. Oh, sorry. Wacht weer. De Cocker Spaniel, ook wel bekend in de film Lady and the Tramp als Lady. De Cocker Spaniel, daar heb je ook nog de Springer Spaniel van. Maar die is een stukje groter en die heb ik niet van slijgen. Dus ga ik nog een keer op een andere manier proberen te zoeken en wat over te vertellen. Nou, de Cocker Spaniel komt vaak wel in deze vacht weer voor. Maar natuurlijk niet in allemaal. Waarschijnlijk, je hebt ze natuurlijk ook met vlekken. En het meest opvallende aan Cocker Spaniel is hun lange oren. Ze hebben hele lange, geluizige, zachte oren. En wat de Cocker Spaniel nou zo koninklijk maakt, is dat ze er best wel koninklijk uitdragen. Ik zou hierboven ook een fotootje laten van internet van de Cocker Spaniel en dan kan je ervoor kijken. Nou, deze Cocker Spaniel heeft een heel lang staartje zoals je ziet. Maar de meeste kokkerspaniels hebben een kort staartje. Mensen trimmen het eraf en het ziet er gewoon een beetje zo uit. Want dat vinden ze dan mooier. Dat maakt de kokkerspaniel weer een beetje mooi. En ze wonen voornamelijk in Engeland. Daar zijn ze gefokt, daar zijn ze gecreëerd, maar inmiddels vind je ze over de hele wereld. Nou, dit was het weer. En nogmaals, ik ben geen amateur. Heb je nou tips? Laat even hier beneden weten. Druk even op het abonneerknopje, het duimpje. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye!